Kleine fout, grote gevolgen. Op de USA, de United School for Allesweters, zit een ouderwets denkende schooldirecteur. Oké, problemlering kijken we gewoon zo van school. Oké, next. Ik heb nog iets in te brengen. Door internet en social media gaan de kinderen steeds moeilijkere vragen stellen. Ja, we weten niet meer hoe we daar moeten op reageren. Oké, dat is echt impossible. Een leerkracht weet natuurlijk echt alles veel beter. Ja, maar meneer Knum. Hetzelfde is bij een directeur of een president of een koning. That's why het is een king. Hij staat boven het volk. En leerkrachten staan boven hun leerlingen. By the way, moeten we money binnenhalen om koers te blijven houden. Daarom moeten we volhouden dat leerkrachten allesweters zijn. Zelfs als internet en media anders beweert. Ja, maar... Dat is allemaal fake. Zo, gaan jullie lekker een rapport schrijven? Ik moet nog golven en mijn moeder bellen. Hé, hier klopt volgens mij iets niet. Wat is er? Hoeveel darmen hebben we? Daarom moeten we volhouden dat leerkrachten alles weten zijn. Zelfs als internet en media alles beweert. 1. Oké, dan zet ik dat in mijn presentatie. Meester, hier zegt over diersoorten en daar ook, maar dit is een ander aantal dan die. Hoeveel diersoorten bestaan er dan eigenlijk? 33. Maar meester, hier staat 1,5. Ja, maar op internet staat van alles. Ik vertel wel wat de waarheid is. Dan hoeven jullie ook niet meer te zoeken. De leerlingen gaan aan de slag met hun presentaties en zetten die online om ze makkelijk te kunnen delen met andere kinderen. De hoofdredacteur van educatieve uitgeverij Weet zit met haar handen in het haar. Door de opkomst van de online platformen worden er weinig boeken meer verkocht. Ik weet het niet meer. Hoe krijgen we die boeken nou bij de klas in? Ja, ik weet het niet. Konden we maar met iets unieks komen? Al die kinderen zitten tegenwoordig op Google en Instagram. Maar wacht eens. Waarom halen we de feitjes dan niet bij de kinderen vandaan? Wat een top idee! Jongens, we gaan meteen aan de slag. Gewoon feitjes van kinderen zoeken. Oké. De redactie haalt allerlei feitjes van het internet en zoeken vooral op websites waar de kinderen informatie met elkaar delen. Hallo. Hier spreekt Koen van Je Weet Zelf TV. Ik sta hier naast Beet en ze hebben een nieuw boek bedacht. Dus ik ga heel even een kijkje meenemen. Komen jullie mee? Zouden we misschien vertellen over het nieuwe boek en wat u hier precies aan het doen bent? Nou, ik ben weetjes van kinderen aan het opzoeken en dat schrijf ik gewoon op. Nou mensen, dat is toch geweldig? Een boek over feitjes van kinderen! Sorry dat ik inbreek, meneer Knum, maar mogen we een nieuw boek van Weet aanschaffen? Oké, dat is vast een ja. Hé, meester had gelijk. We hebben echt één darm, dat had hij laatst tegen mij gezegd. Hè, maar dat kan niet, dat is helemaal fout, dat had ik laatst verkeerd gezegd. Verkeerd gezegd? Jij weet toch alles? Je bent een allesweter. Ja, ik weet veel, maar ik weet helaas niet anders. Ik heb het laatst nog opgezocht. En dan staat er dus een fout in het boek. Maar dan moet je dan aan de uitgever van het boek vertellen. Ja, dat lijkt me een goed deel van jullie onderzoek. Hallo, wij hebben een fout in jullie boek ontdekt. Ja. Hebben jullie de fouten wel gecheckt? Dat zijn we een beetje vergeten, denk ik. Nee, jij ook. Ik ook. Oh, ik ook. Ik ook. Wij ook. Nou, ik niet, maar zij. En zo leerde iedereen een belangrijke les. Een kleine fout kan grote gevolgen hebben. En daarom is het zo belangrijk om de informatie die je gebruikt goed te blijven checken. En vooral altijd eerst zelf na te denken. Ja, ik weet het niet. We moeten gewoon met iets unieks komen. 3, 2, 1. Oepsie. Geef niet. 3, 2, 1. Geen idee. Als we nou iets met... Je mag gewoon doorpakken hoor. 2, 1. 2, 1. Wat doe jij? 2, 1. Wat een toppie. 2, 1, 2. Jongens, oh, zonder die niet. 2, 1. Wij ook. Wij ook. Oh, wacht even. Die was iets te snel nog. Mijn fout. 3, 2, 1. Nee, ik weet het echt niet meer. Ga ik niet. 2, 1, go. Hetzelfde is bij een president... Geef niet hoor. 2, 1, go. Hetzelfde is bij een press. By the way, moeten we money binnenhalen. Dus moeten. Daarom moeten we. 2, 1. Zelfs als alle. 2, 1. Zelfs als internet en media alles beweert. Anders beweert. Ja. Oh. Ja. Dus zelfs als internet met arrogance, hè? Arrogantie. Zelfs als de media of internet anders beweert. Zelfs.